leuk. Goedemorgen, Nick. Jeetje, goedemorgen. Heb je er een beetje zin in? Enorm. Het is 5:15. 157 kilometer. 2:09. Gast, nou, als we moeten daar... maar opschieten. Nieuwe aflevering van Coolbox. Ik ben Tim. En ik ben Niek. En het is 6:15 en we zitten in de auto naar Sappemeer. Koffie! Ja, is lekker broodje, Niek. Lekker hoor. Lekker. Wow. Wat gaan we doen? We gaan vandaag aan de slag met auto's die in de brand vliegen. Zin in, maar eerst nog even 2 uur rijden. Inmiddels zijn we aangekomen in Sappemeer. Ja, en Robert, die is 17 jaar. Hij houdt enorm van de brandweer, want hij zit ook bij de jeugdbrandweer. En we gaan hem nu zo meteen op een leuke manier wekken. En we hebben iemand in de complot zitten, namelijk de moeder van Robert. We hebben gehoord dat hij bij de jeugdbrandweer zit. Dan moet je snel je bed uit kunnen komen, denk ik. Hoe noemen ze dat ook alweer? Een uitruk. Een uitruk. Dan moet je met 6 minuten bij de kazerne zijn. Nou, 6 minuten is voor ons wat te lang, dus we gaan er gewoon 1 minuut van maken. Hey Robert, je spreekt met Niek en Tim van KookTV. Wij willen jou vragen om binnen 1 minuut zo snel mogelijk al je spullen te pakken en klaar te staan beneden, want dan nemen wij jou mee voor een mooie dag. De teller loopt nu. Go, 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 go. Go, 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 go. Robert, hoe gaat hij daar? Bent zo goed als klaar. Nou, dat schiet op. 4, 3, 2, 1. Hey, daar is hij. Hey, Robert. Ik ben Niek. Van KookTV, dit is Tim. Hi, ik ben Tim. Nou, zo snel heb ik volgens mij nog nooit iemand uit zijn bed zien komen. Ik sliep nog. Lag je nog diep te slapen? Ja, mijn werk is net uitgetrekt. Ik dacht, ik blijf lekker slapen. Ja, terecht ook, maar toen stonden wij ineens op de stoep. Heb je zin om met ons mee te gaan? Ja hoor. Ja? Oké, ga doen. Ja, daar is hij. Aangekleed en wel. We moeten eerst nog een klein stukje rijden. 2 uur. 2 uur, alsof we nog niet lang genoeg gereden hebben vandaag. Nee, dus laten we snel gaan. Ja. En dan gaan we aan de slag. Ja, komt goed. Let's go! Robert in de ring! Heel veel! Yeah! Hey Robert, jij zit bij de jeugdbrandweer. Ja, klopt. Wat is dat precies? Nou, het is eigenlijk ongeveer hetzelfde als de normale brandweer. Ja? Alleen, ja, je mag natuurlijk niet met echt vuur, dat is veel te gevaarlijk. Je hebt een brandweerpak, je hebt een helm, je blazen en je hebt... Meestal heb je eigen brandweerauto. Je eigen brandweerauto? Ja, met onze ploeg hebben wij een eigen brandweerauto. Nou, we zijn er bijna. Ja, we gaan Robert natuurlijk even blinddoeken. Maar lekker warm. Want hij mag natuurlijk niet weten wat we gaan doen. Ik hoop dat je hem zo nog adem krijgt. Je enige idee waar we zijn. Ruik je al wat? Nee, ik ruik het zweet van zijn nek. Ja. Zweet van niks zijn nek? Ja. Ja, dat is mijn sjaal natuurlijk. 3, 2, 1. Brandweerauto! Ja! Jij weet wat het is, hè? Ja. Ja, dus dat zal geen hele grote verrassing voor je zijn. Even een stapje opzij. Kijk, hier vandaag bij brandweertrainingscentrum Kleepsewaard gaan wij een brandweermannencursus volgen. Ja, 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 zeg maar. Wij ook, wij gaan met je meedoen, absoluut. Want ja, je zit natuurlijk bij de jeugdbrandweer, maar dit is het echte werk. Welkom op brandweertrainingscentrum Kleepsewaard. Hoi, ik ben Tim, dit is Sneek. Ik ben Niek, we zijn van KookTV. Nou ja, wij willen zien wat Robert allemaal kan. Wat hij allemaal kan. Maar als wij ook nog wat kunnen leren, dat zou ook leuk zijn. Ik denk dat ik jullie ook nog wel wat kan leren. Ik denk dat zelfs Robert jullie nog wel wat kan leren. Nou, tof. Dat weet ik wel zeker. Lekker. Laten we aan de slag. Nou, top, mooi. Hartstikke goed. Nou, Stefan, hoe zien we er? Papa, jullie zien er goed uit. Ik denk dat jullie er klaar voor zijn. Ja, toch? Gaan jullie mee? Want we hebben nog iemand extra. Namelijk... Dit is Eva. En Eva gaan we vandaag de hele dag redden. Daar gaan we ons best voor doen, jongens. Ja. Toch of niet? Kale Eva. Kale Eva. Nou heren, succes. We zitten nu dus achterin bij Robert in de brandweerwagen. Maar eigenlijk moet hij natuurlijk even die sirenes aangieren. Toch? Ik vind het wel. Ja, ik heb inderdaad voor jullie een buitenbrand op het Gertplein. Zijn er nog mensen of dieren in de buurt ook vermist? Nee, het zou vrijstaand zijn over. Ja, zeg je mevrouw hoe je was uitgedrukt over. Ja, dat is begrepen. Succes en uit. Er is brand! Er is brand! We vallen hem! Wat moeten we doen? Bekend? Ja! Ja. Hoe ging dit? Ja, dit ging wel goed. Ja? Hij heeft goed gekeken wat dat te branden. En nou ja, hij heeft op veilige afstand de brand geblust. Ja, ik moet ook zeggen, ik voelde me geen moment onveilig. Brandje nummer 1, geblust. Geblust.
Nou, hey, en laten we nou hopen dat er vandaag niet nog een brandje ontstaat, nee, toch? Nee, Ronnie. Oh nee! Hoe gaan we die blussen? Olie, benzine. Ja, met schuim, mooi, ja. Daar staan de twee. Oh, waar gaan we hier rekening mee houden, Rob? Met de wind. De wind zakt een beetje af, dus dat is mooi. Ah, aha. Ja, Nick. Ja. Ik heb nog niks gedaan. Het is leeg. Ik kreeg die punten niet uit. Ah. Nou, Nick, jou hebben we niet nodig. Nee. Nodig wel. Wederom, brandmeester. Nou, Robert, dit ging hartstikke goed, dacht ik. Met twee brandjes geblust. Nog één te gaan. Hoe is het eigenlijk met Eva? Ik weet niet, waar is ze? Eva. Eva? Eva! Eva! We moeten je redden, wat moeten we doen? Pak hem! Je moet even een buitje pakken. Ja, pak hem! Ja! Oké, blussen! Dit is Eva helemaal niet. Eva! Red weg! Kom op! Moet de deur verder open? Goed, hè, man. Ja, was een pittig brandje. Lekker, man. Ja, een stevig brandje. Ja. En Eva is gered. Rebecca is het eigenlijk. Rebecca, ja. Gewoon net als het Rebecca is. Ja. Ben je klaar voor het allerlaatste testpunt? Ik hoop het wel. Ja? We hebben nog één echte test voor jou om te kijken of je een echte brandweerman bent. Laten we daar maar mee beginnen, denk ik. Oh, oh. Gaat niet goed. Een autobrand, over. A7-vrouwmoeder, was je uitgerukt, over. God, man. Waar is de sirene? Waar is de sirene aan? Die gaat vast af. Kijk hoe het loopt, Lies. Complete auto in de fik. Complete auto in de fik. Actie erop. Achterop. Heren, dat was een heel avontuur, denk ik. Stefan, ja, hoe heeft Robert het gedaan? Ja, ik vind Robert de perfecte brandweerman. Ja? Volgens mij is hij geslaagd. Ja. Kunnen we zeggen dat Robert nu een brandweerman is? Ja, ik vind dat Robert echt een brandweerman is. Yes, ja. Lekker hoor. Ja, high five op, helemaal super. Nou, hopelijk vonden jullie het ook een leuke video. Abonneer je dan voor Coke TV en zet ook je notificaties even aan. Want dan weet je zeker dat je voortaan geen enkele video meer mist. Nee, ja, doen. En heb jij nou ook een wens of iets waar je van droomt of een angst? Waar wij jou de volgende keer voor uit bed kunnen trekken. Laat het dan even weten in de comments. En misschien zit jij dan wel in onze volgende uitzending. Zou leuk zijn. Dit was hem voor nu. Lachen toch? Ja. Tot de volgende. Yay!